Fort Everdingen is gebouwd in het midden van de 19e eeuw in het kader van de Nieuw-Hollandse Waterlinie. En de Nieuw-Hollandse Waterlinie was de hoofdverdediging van ons land. Dit is een van de allereerste torenforten in Nederland. Geschutstoren waarin heel veel kanonnen stonden opgesteld die samen met een ander fort wat hier aan de overkant van de Lek ligt, Fort Honswijk, de Lek en de Lekdijken afsloot met kruisvuur. We staan hier midden in de bomvrije geschutstoren van het fort en dit is de centrale licht- en luchtkoker. Hier kwam het licht naar binnen en ventileerde de boel. En het licht viel zelfs door de kelderluiken hier achter mij tot in de kelder. We staan hier boven op een van de bomvrije gebouwen van het fort en we hebben hier prachtig uitzicht over de polders van Culemborg. En hier liggen drie militaire sluizen en met behulp van die drie sluizen kunnen de polders hierachter onder water worden gezet. Wel 3 tot 5 kilometer lang, helemaal tot aan de spoordijk van Culemborg stond het land onder water en dat is in mei 1940 nog gebeurd. De Nieuw-Hollandse Waterlinie is in 1951 officieel afgeschaft en daarna heeft Defensie al die forten, 55 stuks, op een andere manier gebruikt. En wat ik van dit fort weet is dat in de jaren 70 heeft hier een afdeling voor het onderhoud van vrachtwagens gezeten. En die vrachtwagens waren van de explosieve opruimingsdienst. Die zaten op een fort hierachter, fort aan het Spoel. En enige tijd later is ook de explosieve opruimingsdienst dit fort actief gaan gebruiken. En hier heeft onder andere een röntgenafdeling gezeten. En een schietbunker daar, hierachter, waar ze kleine explosieven onklaar maakten. En dit is in gebruik gebleven tot ongeveer 2009-2010. En sinds kort heeft het een nieuwe bestemming gekregen. Speciaal brouwerij. En hier valt goed bier te drinken straks.